Dit gekocht. Ja, lieve vrienden, het is mij helaas niet gelukt om die stickertroep eraf te krijgen. Nee. Ik denk, of het is te...
zijn weer thuis. Ja, ik ben blij toe, want het werd kouder en kouder en kouder. Dat ik vond er niet veel meer aan. Triest, grijs, grauw. We zijn nog even wel de thuiscentrum mee geweest. Daar hield de CoPro ook mee op. Op wat voor hoogte weet ik niet, maar ik heb daar wat gekocht. En ik hoop dat het nou zal lukken. Ik heb mijn scootmobiel weer binnen staan. En ik heb dus dit gekocht. Oftewel een stickeroplosser. Dus ik ga zo meteen een bakje koffie maken. Koekie erbij. Vrolijk koekie geven. Als ik dat op heb, ga ik dat eens even uitproberen. Ja, of die stickers eraf willen. Nee heb ik. Ja kan ik krijgen. Ik zal het even goed lezen hoe ik het moet doen. Want ik moest het in laten trekken. Ja, wat in laten trekken? Dat gaat bijna niet. Maar ik moet het met een kwastje doen. Dus ik moet even een kwastje zoeken in de schuur. Kwastjes genoeg, dat weet ik. Maar waar ze zijn, weet ik niet. Dus te verzoeken. Maar dat komt allemaal goed. Ik ga nou eerst een lekkere bakje koffie doen. En met een koekje erbij. En dan ga ik van genieten. Ewen die had van het begin van de middag er eten laten staan. Het twee, drie hapjes van gedaan. Dus die zit nou weer te zeuren, want ik heb honger. Dus die krijgt zo meteen de bakje weer voor de neus. Frodo krijgt ook een lekker koekie. Die heeft hij ook al verdiend. En ik zou zeggen, ik laat het resultaat zien. Jullie weten hoe het er nou uitziet doorwege die CoPro. Die vlekken erop. Dat zijn deze vlekken. Ja, hier een ronde. En deze ronde. Nou, dat wil ik proberen eraf te halen. En ik hoop dat dat gelukkig gaat. Ik kan hem gelijk weer helemaal schoonmaken, want dat ziet er niet uit. Ja, dat heer, hè. Vettigheid. Maar ja, dat komt allemaal goed. Ja, dat komt allemaal goed. Zeker weten, komt dat goed. We gaan er gewoon voor. Enkel ja, of die stickers eraf vullen, dat lijm, dat weet ik dus niet. Maar het scherm verder schoonmaken, dat komt goed. Dus zeggen, geniet van elkaar, geniet van de dag, de namiddag. Ja, het is tegen 4 uur en ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is mij helaas niet gelukt om die stickertroep eraf te krijgen. Nee. Ik denk of het is te oud, of mijn man die heeft iets gebruikt wat niet op te lossen valt. Ik weet het echt niet. Ik kan het hem ook niet navragen, want er bestaat helaas nog geen telefoonlijn naar de hemel toe. En ook is er voor ons geen trap aanwezig om ze te mogen bezoeken daarboven. Of dat we ze even naar beneden kunnen halen. Dat kan allemaal helaas niet. Dus ja, I am so sorry, misschien dat iemand anders een oplossing weet om het eraf te krijgen of weet ik veel wat. Maar ja, merk het wel, misschien dat Karen en Roderick het lukt, ik weet het niet. Maar dat komt allemaal wel. Het heeft ook geen haast, ik doe al meer dan een jaar zo met die vlekken. En jullie, ja in het begin heb ik wel daar commentaar op gehad. Het was wel niet raar bedoeld of wat dan ook, maar er werd gewoon gevraagd van wat is dat? Ja, daar hebben twee stickers gezeten ooit. Eentje van Pokémon Go en eentje van mijn COPD. Ja, ik heb zelf een oh, die heb ik hier toevallig. Zo. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen lezen. Ik lees het ook wel even voor. Die heb ik dus zelf gemaakt. Ik had het rode, dat was donkerder rood. Maar het is door de zon natuurlijk flats geworden. Je ziet daar sigaren op staan. En je ziet daar sigaretten op staan. En een wietje zie je erop staan. Allemaal troep. En dan met een verkeersbord er dus doorheen van dat het verboden is. Heb respect voor mij. Roken maakt mijn longen niet blij. Ik heb COPD. Daar ben ik niet blij mee. Ook ik wil net zoals jij graag leven. En niet maar heel even. Dus ja, die staat daar op mijn scherm. En dat werd nog gelezen. En dan
Ja, dan gingen ze me roken, gingen ze een stuk van me af of aan de andere kant. Het is maar net hoe de wind was. Maar ja, die heb ik gelukkig nog weten af te redden. En die van Pokémon Go, ja, wie oh wie oh wie. Geen naamkaartje erbij van ik heb het gedaan, maar die is eraf gestolen. Ja, zo zat die erop en zo was die weg. Ja, dat gaat niet 1, 2, 3 zomaar. Als die lijnman niet los wil laten, ja, ik heb deze met moeite op en pijn los weten te trekken. Maar ja, toen niet wetende van het komt er nooit meer op. Laat je die lijm zitten, denk je van ach, ik ken er wel weer op, weet je wel. Maar nee, daar heb ik nooit niet bij nagedacht. Anders had ik misschien die lijm toen direct eraf kunnen halen. Maar ja, helaas pindakaas. Het is niet anders. Ik heb een bakje koffie voor mijn neus staan. Ik ga zo meteen de computer aandoen en ik ga renderen. Ja, moet ik koffie doen vandaag. En in plaats van één zal ik er even twee doen. Want mijn camera, mijn GoPro, die is ook weer. Ja, de batterij was leeg. Dus ja, die ligt nu aan de oplader. En die knippert nog. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie zondag verder. Het is 16:51. En we leven dus nog steeds op de 15e september. Ja, dus het is bijna 5:00. Dus ook een heleboel gaan weer eten. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten. Ja, geniet ervan. En ik ga ook mijn dingen doen. Ik hoef nog niet te eten. Komt nog wel. En de diertjes, die hoeven ook nog niet te eten. Nee, Eeuwen, die blijft denk ik zeuren. Die wil niet eten. Ja, nou, hou dan op met zeuren, weet je. Je markeert niks, je bent niet ziek. Ja, maar ik heb het over jou, ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. Doei.